Het procedé van dit koraal is wel een beetje geleend. Dat zijn akkoorden die net als een tremulant herhaald worden. Zoals bogen vibrato op strijkinstrumenten. En het leuke van orgel is dat je dan ook nog de tremulant erbij kunt trekken. Wat ik ook gedaan heb. Dus dat, je hebt dubbele tremulant. Je speelt tremulant en je hoort het ook nog erbij. Het is typisch een soort Italiaanse strijkersstijl, zal ik maar zeggen. Die ook in cantates wel bij hem voorkomt. Zijn voorganger Johann Kuhnau, voorganger in Leipzig, heeft dat ook al een keer gebruikt. In de strijd, de Bijbelse sonate, die gaat over de strijd tussen David en Goliath. En hij heeft het koraal, de koraalmelodie, aus tiefer Not zeigt zu dir, gebruikt om uit te drukken, dubbele punt, il tremore del Israeliti alla comparsa del gigante, e la loro preghiera, gebed, fatta a Dio. Dus het gebed aan God, aus tiefer Not zeigt zu dir, dat wordt op dezezelfde manier als Bach al enkele decennia voordien door zijn voorganger in Leipzig aan het papier toevertrouwd. Ik heb nu gekozen voor een uitvoering met de holfluit van het bovenwerk. Een fantastisch register uit de 16e eeuw. En dat heeft als eigenschap dat het steeds vanuit de bas intensiever van geluid wordt. En de bovenste octaven die vullen werkelijk de hele Martinikerk.